Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag en dus de hoogste tijd voor een gloednieuwe Sloep & Tender videoblog. En in deze tijd van het jaar, als de zon schijnt, hebben we ontzettend veel afleveringen van winterstalling, nieuwe boten, gebruikte boten, noem het allemaal maar op. En mensen zijn natuurlijk altijd heel erg zenuwachtig voor de aflevering, de meeste dan. En vandaag hebben we de aflevering van een Tender 23 aan Duco. En ik ga jullie even laten zien hoe dat in zijn werk gaat. We beginnen altijd onder een feestje van te maken, want een boot hebben en een boot kopen is natuurlijk een feestje. En hoe kan je dat nou beter vieren dan met een heerlijke fles Moët? Duco, alsjeblieft. Dankjewel. Bij een boot horen uiteraard sleutels. In dit geval is het een jong gebruikte boot. We hebben een startsleutel, we hebben een reserve startsleutel, het man overboord koordje, dat is het rode koordje. En een sleutelhanger, die zit er in dit geval ook bij. Alsjeblieft. Mooi, ik kom wel. Ja. Bij de boot zitten ook altijd sloten. En er zitten eigenlijk twee sloten bij. Eentje voor van de boot naar de kaarten. En eentje dat de motor in de boot hangt. En dat motorslot, daar hou je eigenlijk nooit uit. Ook niet met onderhoud, maar hij zit er wel op. Dus dat ligt voor de verzekeraar. En de sleutels ervan zitten hierbij. Dat zijn er vijf. En het is ook belangrijk dat je ze alle vijf hebt. Want als je ooit een gestolen motor hebt, dan moet je eigenlijk alle vijf de sleutels kunnen aantonen aan de verzekeraar. Dus vandaar dat je ze alle vijf hebt. Daar je hebt ze niet van het slot te halen als je gaat varen? Nee. Het is gewoon de motor zit vast aan de motor. Ja, die blijft altijd omheen zitten. Ja. Het slot van de boot naar de kade, die moet je uiteraard wel loshalen, anders kom je niet weg. Dus deze gaat erbij. Juist, correct. Ja, we hadden het er net even over dat ik in alle drukte de koffie ben vergeten. Als ik het heel erg druk heb, dan slaan we altijd de koffie over. Nou! Nee hoor. Ja, ik zou wel. Kun je ook een koffie? Nou, dat gaat wel. We hebben ook cappuccino. Nou, ik geef koffie aan. Nu ziet. Ja, dit gaat om dat ik ook wat doe een keer. Dubbele espresso. Heerlijk. Kijk, dat is altijd frustrerende. Ik lust zelf geen koffie, dus ik moet altijd voor mensen koffie houden. Ik denk, ja. Ja, jij begint altijd met wijn. Ik begin 's ochtends altijd met wijn en ik eindig met water. Voor de volgende dag dat ik geen hoofd meer heb. Dus. Ik wil dat ik liever zo film, want ik film altijd te laag. Ja, precies. We hebben natuurlijk sleutels, maar bij een boot zitten ook papieren, net als bij een auto. Dat noemen we eigenlijk CE-papieren. En, CE-papieren, ja, dat staat eigenlijk voor dat de boot is goedgekeurd voor gebruik in Europa en dus ook in Nederland. Voor de APK-keuring? Nou, het is geen APK-keuring, maar het is eigenlijk dat die goedgekeurd is voor het is eigenlijk een goedkeuring. Ah, dat is de RDW. Ja, dat zijn weer. Ja, voor de auto's, maar. Precies, ja. Dus die papieren die mailen we even aan je toe. Ja. De handleiding mailen we ook aan je toe. En je hebt ook een afleveringsvideo gehad, als het goed is. En hier staat nog een uitleg in van de boot. Die ga ik je zo helemaal geven. Ja. Maar mocht je in alle enthousiasme wat vergeten, dan kun je nog een keertje nalezen. Ja, we zijn aangekomen bij de boot. Het is heerlijk weer. En we hebben hem helemaal gepoetst. Voilà. En Duco heeft speciaal een trui aangedaan in de kleuren van de boot. Toch? Ja, die kreeg ik erbij toch? Ja, die kreeg erbij. Ja, je krijgt altijd als je... Nee, erbij. Nou, ik moet spreken. Nee, ik krijg het niet. Maar goed. Duco, ben je blij? Ja, ik vind het prachtig. Welke kant moet je op? Richting Aalsmeer. Dus is dat die kant op? Dat is naar links. Ja. Nou, Duco heeft ook al de afleveringsvideo gekeken, dus mijn werk zit erop. Dit was de Sloep & Tender videoblog. Hoe kijk ik hem omgekeerd? Ja, ik doe wel even. Ga je zelf ook met schoenen in de boot? Ja. Als ik het graag. Zo. Oké. Ik begin altijd achteraan met uitleggen van de boot. Ik zie echt niet wat ik film, maar goed, maakt niet uit. Ja, helemaal niet. Ja. Ik denk dat je er wel op staat. Als je ergens hierheen houdt, dan is het goed. Ja. Ik zit op de telefoon weg aan. Zo. Ja, nou, het zwempatoo, daar kan je altijd overheen lopen, maar tijdens het varen is het een beetje gevaarlijk. Want de motor die hangt hieronder, dus let altijd op met als je hier bezig bent, dat je niet met je voeten op de boot kan komen.
verder, als je gaat zwemmen en stil liggen, moet je altijd de motor uitdoen. Dat is heel belangrijk. En in dit geval heb jij een aanhangbare zwemtrap. Dus die moet je eraan hangen als je gaat zwemmen. En als je niet gaat zwemmen, moet je hem eraf halen. Omdat die anders door het water gaat klapperen en dan kan die kapot gaan. En dat is in ieder geval niet goed. Waar zit die zwemtrap? Die zwemtrap hierachter. Ik zal even weg. Zie je twee ogen zitten? Ja. En dit is de zwemtrap. Ja. Het is me al één keer gebeurd dat ik in het water ben gevallen. Oh, dit staat op film, Koen. Zo. 1, 2. Ik moet heel flexibel gaan. Dit type kijk. Zo. Nou, die haakjes. Ja. Ik wacht op de val, Koen. Ja, moet ik nou vallen? Goed voor systeem. Ja. Maar misschien dat zelf wel goed is, hoor. Dat helpt het wel. Ja. Nou, zo kan je dus het water in. En dan, ja, de Bimini top. Die is natuurlijk fantastisch voor dit weer. Dus dat gaan we ook even opzetten. Maar we gaan hem eerst even naar beneden leggen. Dat je weet hoe dat moet. Want als je onder een brug moet. Nou, sommige gaan open, sommige gaan niet open. En dan moet je natuurlijk je boot zo laag mogelijk maken. Ja. Nou, het handigste is als je met z'n tweeën bent. Nou, laten we nou net met z'n tweeën zijn. Aan die kant zit een pennetje en aan deze kant zit een pennetje. En als je die een beetje indrukt, ja, en dat lipje aan één kant ja, in lijn houdt. Ja, zo. Dan gaat die, ja, eruit. Ja. Die ook aan deze kant. Ja. En ik zet ook mijn schouder onder die Bimini toch, omdat die anders in één keer naar voren. Jij bent wel heel lang. Ja, daar moet je wel lang voor zijn, anders ja, moet je dat met je hand doen. Of je hebt pech. Dan doe je hem een klein beetje naar voren. Ja. Dan doe je deze daar neerleggen. Dan klap je hem plat. Ja. Oké. Okay. Kijk hoe je dat doet. Ja. Dat is dan andersom. Ja. Opzetten, dat is andersom. Ja, dit is, je hebt natuurlijk boten met een klaxon in het dashboard zitten. En er zit vaak die toeter voorop, maar je hebt ook boten die het niet hebben, zoals deze. Maar het is wel handig als je voor een brug ligt om drie keer te toeteren. In principe is dat altijd lang, kort, lang. Dus het is feitelijk als ik wil dat de brug. De brug zit daar nu open gaat, dan is het. Dus die gaat zo open, maar er ligt een lege boot. Oh, wat flauw zeg. Nu moet je wel, eigenlijk moet je nu wel even gaan varen, Koen. En dan? Nou, voor die man. En dan weer terug. Nee, dat trekt niet. Oh. Slagroom, we gaan. Ja, hij komt, hij komt. Ja. Kan je hem niet bellen? Nee, hoor maar. Nee, hoor, dat komt wel goed. Voor Van Kessel straks als ze aankomen. Willen jullie alsjeblieft daar naartoe? Nee. Oh. Ja, hij zat even bij de brug te kijken. Nee. Maar goed, dan weet je, dan staat hij op ons klaar. Hè? Ja, en nu, de kussens. De kussens hou je eigenlijk schoon met water en een milde zeep. De kussens. Een milde zeep van Ajax? Ja, groene zeep. Groene zeep. Groene zeep. Ja, groene zeep. Milde. Ja, dus niet een agressieve reiniger. Geen Ajax. Nee, Ajax is agressief. Nee, je moet dat voorzichtig doen, want anders kun je vlekken krijgen. Ga ook nooit met zo'n zonnebrandrug. Ja, tegenaan zitten, want dan zie je precies de volgende dag waar iedereen. Ja, die krijg je er nooit meer uit. Ja, waar iedereen gezeten. Hè? Bijna iedere boot die is voorzien van een brandblusser. Die zit bij deze boot voorin in het rechte opbergvak. Nou, meestal als je brand aan boord hebt, is dat achterin bij de motor of bij de brandstoftank. Dus vandaar dat die voorin zit, want anders is het een beetje heet om hem te pakken. En zo gaat het wel. En dat is een poederblusser. Dat is een poederblusser, ja. Dat geeft echt best wel een hoop rotzooi, maar als je brand hebt, is dat toch beter dan dat de hele boot afbrandt. Nou, Duco had het net even over het motorslot, dat je die er eigenlijk altijd omheen laat zitten, ook tijdens onderhoud. Alleen als je de motor een keer moet wisselen, dan kan die eruit.
en om aan de verzekeringsplicht te voldoen. Nou, om aan die verzekeringsplicht te doen heb je nog een slot nodig. Dat is deze, het kabelslot. Dit kan ook een kettingslot zijn, maar je hebt voor het kabelslot gekozen. Die is 5 meter lang en die heeft 3 sleuteltjes. En ook die code die erbij zit, key code card, die heb je nodig. Dat is eigenlijk deze code. Ja, vast die. Ja, vast die gestolen is. Dus haal deze kaartjes er straks af. En het slot kun je aan de boot vastmaken. Dat is vrij eenvoudig te doen. Het is eigenlijk een kabel met aan beide uiteinden 2 ogen. Ja. Nou, als die uit de verpakking is, dan moet je deze even met je tanden doorknagen. dan haal je hem ergens op de kade door een punt heen. Dat kan om een oog zijn, om een paal. En dan haal je dit oog door die andere heen. Dus je trekt hem eigenlijk als een soort lasso aan. Maar dat past. Dat past. Ja, deze kunnen door elkaar heen. Ja. Dus dan draai ik deze zo door elkaar heen. Dan hou je dus... Aan één kant zit hij dan vast en hou je één kant met een oog over. En die klik je samen met het hangslot om een punt op de boot. Nou, dat kan bij deze boot kan het lieroog zijn, het kan een van die kikkers zijn. Het is maar net hoe de boot ligt, hoe dat dan het beste uitkomt. Zeg. Lieroog zit aan de voorkant? Juist, ja. Ja, klopt. Het zit aan de voorkant. Okay. Ja. En let altijd op dat je het slot niet in het water laat vallen. Dat gebeurt regelmatig. Nou, Duco, hier op de bodem van de boot zit een pompje. Dat is deze. Ja. Dat is de bilgepomp. En er staat onderin vaak altijd een beetje condenswater. Dat zie ik nu ook. Er kan altijd een klein beetje water in staan. Dat geeft in principe niks. Maar als dat wat meer wordt, of als je een keer een lekkage aan boord hebt, dan kan je met de bilgepomp kan je hem eruit halen. Je moet alleen even de hoofdschakelaar aanstaan. Maar dan kun je dat water eruit halen en dan popt hij het water leeg in plaats van dat je dat met een spons moet doen. Ja, ja. Duidelijk. En hier ligt ook het zonnedek en die kun je tussen de bank inleggen. Nou, wat natuurlijk heel belangrijk is een vlag tijdens het varen. Aan jou die erin te steken. Je kan hem met het schroefje vastzetten. Vergeet hem niet als de brug niet open gaat, want dan breekt hij echt af. Ja. Ik ben niet de eerste en zeker ook niet de laatste. Maar als tipje dan breekt hij. Nou, als je hem gaat starten, dan heb ik net dat Dodemanskoordje laten zien hoe dat werkt. Die zit er dus nu in. En dan steek je de sleutel in contact. En de hoofdschakelaar moet aan zijn, die hebben we net aangezet. Dan wacht je even het piepje af. En is het belangrijk dat hij in zijn vrij staat. Ja, dat kun je met die... Ja, dat kun je checken door middel van die grijze knop aan de zijkant in te drukken. En zo geef ik eigenlijk gas in zijn vrij. Hè? Dan blijft hij ingedrukt. En als ik hem nou weer zo zet, schiet hij naar buiten. En nu schakel ik in. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Dus hij staat nou in zijn vrij. Waarom zou je het gas in zijn vrij willen geven? Omdat het kan. Het is eigenlijk niet per se nodig. Maar de optie zit erop. Ja, je geeft eigenlijk gas met de koppeling ingedrukt, zo moet je het zien. Okay. Dan kun je de motor starten door de sleutel om te draaien, zo eenvoudig is het. En bij, in jouw geval, het knopje instruments, daar zit de blower achter. Ja. Dat is deze. En die ventileert eigenlijk de uitlaatgassen in die ruimte naar buiten toe. Ja. Het is natuurlijk een buitenboordmotor die in een boot aan de bak zit. Dus die uitlaatgassen moeten eruit. Ja. En, dat zullen we niet vergeten. Precies. Nou, je hebt ook een knopje voor de radio. Ja. Een knopje voor de verlichting aan de voorkant en aan de achterkant als je 's avonds vaart. Ja. Een knopje voor de verlichting aan de binnenkant. Je ziet het nu niet zo goed. Maar... Ja. Ah, ja. En een knopje voor de koelkast. Ja. En die moet je dan binnen ook aanzetten. Die blower, daar kom ik nog even terug. De blower die moet je altijd aan hebben staan als je hem start en als je heel rustig vaart. Als je echt een flinke snelheid hebt met varen, hoeft die niet per se aan te staan. Nou hoor je hem nauwelijks, dus op zich heb je er geen last van. Maar mocht je er wel last van hebben tijdens het varen, kun je hem uitzetten. Alleen bij lage snelheden moet hij aanstaan. Ja. Nou, nu ik toch aan deze kant zit, dit is een bekerhouder. Ik klap je zo op en uit. Bovenop deze bekerhouder. Ja, hier kun je ook, kun je ook alles. Als ik heel dorstig ben, dan kan ik drie. Ja. Dus voor bier, hout of wijn dan. Ja. Mag hele... niet mag daar. Niet, nee, het mag niet, maar ja, het mag zo. Oké. Okay. Ja, ik heb toch geen vaarbewijs, dus kan ik hem niet kwijt blijven. Ja.
nog een leuk weetje. De toerenteller die kan aangeven hoeveel vaaruren er op de motor zitten. Hoe je dat doet, je zet het contact aan, dus je start de motor niet. Ja. En dan zie je de wijzer gaan naar, in dit geval, je zag hem even, kijk, ja, doe het nog een keer. Toch even uit. Dan zie je hem uitslaan naar ongeveer 40, of ja. Eigenlijk 400. Ja. En dit houdt dus in dat hij 40 vaaruren heb. Dus bij 1 is 100, 200, 300, 400. Ja. Dus als je het contact even aanzet, dan zie je de wijzer even naar boven springen. En dat geeft het aantal vaaruren aan. En als hier is, is de boot op. Ja, dan moet je een nieuwe kopen. Maar dat mag ook wel bij 1, bij 2 of 3. Ja, klopt. Ik ben klaar met de uitleg. Ik ga met Duco nog even een klein stukje varen. Want die hebben vaarles geboekt. En Duco heeft nog nooit gevaren, dus dat gaan we nu eventjes doen. Ik zou zeggen, neem plaats achter de roer. Ik weet dat het een poortje is. Nee, dat is wel warm, hè? Ja. 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 Ja.